De bevrijding die volgde op de zo duistere oorlogsjaren werd in Eindhoven gevierd met het vuur dat uit het Normandische invasiedorp Bayeux was overgebracht. Veteranen van de 101e Amerikaanse Airborne Divisie voegden zich hierbij de duizenden die zich hadden opgesteld op het stadhuisplein rond het bevrijdingsmonument. Nadat loco-burgemeester Gijzels met de vlam uit Bayeux het bevrijdingsvuur had ontstoken, legde een afvaardiging van de parachutisten nog een krans. Aan de Airborne's in het bijzonder danken de Eindhovenaren het feit dat hun stad 15 jaar geleden weer een lichtstad werd.